Hi, leuk dat je hier kijkt. Na het kijken van deze video weet jij hoe je moet adverteren op Pinterest en weet je het verschil tussen DAB+ en gewone FM. Adverteren op Pinterest is trending. Met campagnes op Pinterest kun je door gerichte targeten precies de doelgroep van jouw merk aanspreken. Zo zijn er opties op basis van demografische gegevens, maar ook, en hier wordt het interessant, op basis van interesses en zoekgedrag van de doelgroep. Maar hoe begin je met adverteren op Pinterest? Maak ten eerste een bedrijfspagina aan en vul deze met content die jouw doelgroep inspireert. 2. Denk na over de KPI's. Wat is het belangrijkste doel van een campagne? Als je de KPI's duidelijk hebt, zijn de vervolgstappen ook makkelijker te bepalen. Nummer 3. Maak een plan. Het maken van een mediaplan helpt goed om de KPI's van tevoren duidelijk in kaart te brengen. Bedenk goed welke doelgroep aangesproken moet worden, welke doelstelling daarbij kan bijdragen en wat de ideale looptijd is van de campagne. 4. Denk goed na met welke content je wilt adverteren. Maar content die echt past bij je platform en bij je doelgroep. En natuurlijk moet de content aansluiten bij welke boodschap je wilt overbrengen en welk doel hier aan ten grondslag ligt. En 5. Begin op tijd. De opstartfase van adverteren op Pinterest kan nog wel wat tijd in beslag nemen. Begin daarom op tijd met het aanmaken van het advertentieaccount en het aanvragen van een creditline. Zodat dit in ieder geval gereed is voordat je de eerste campagne live gaat. En nu hoef je alleen nog maar te beginnen. Het is weer de tijd van de jaarverslagen. De accountants hebben 2021 uitgerekend en de storytellers en designers zijn nu aan de beurt. Het verhaal van het afgelopen jaar moet natuurlijk verteld worden in feiten en cijfers. Maar steeds meer gaat het jaarverslag ook over duurzaamheid en inclusie. En er wordt vooruitgekeken, in zowel woord als beeld. De jaarverslagen worden dan ook steeds mooier en mooier elk jaar. Zo komen techbedrijven als WeTransfer, ASML en Mailchimp elk jaar weer met een super vet gemaakt online jaarverslag. Animaties, illustraties, video, fotografie en vooral niet te veel lettertjes en cijfertjes. En voor wie meer wil weten, wordt een PDF met de balans en de resultatenrekening bijgeleverd. Sportmerken als Adidas en Nike pakken juist een podium om te vertellen, maar vooral om te laten zien wat zij de wereld brengen. Deze en nog meer mooie jaarverslagen kun je vinden in de beschrijving van deze video of in de comments voor als je via LinkedIn kijkt. En dan willen we hier even graag onze collega's in België feliciteren. Zij hebben namelijk 2 nominaties voor een AMA Award in de wacht gesleept. De eerste in de categorie Beste Mediastrategie, met een campagne waarbij het doel was gedragsverandering teweeg te brengen wat betreft alcoholmisbruik bij jongeren in Leuven. Daarnaast is er een gedeelde nominatie in de categorie Best Use of Media. Via producten in de supermarkt zoals pottensaus, mayonaise en andaloes werden Belgen geïnformeerd hoe zij het beste hun koelkast kunnen recyclen. Deze week verdedigen zij hun cases op de UMA Day. Collega's, wij duimen voor jullie. En dan tot slot de kijkersvraag. Wat is DAB+ en wat is het verschil ten opzichte van FM? DAB+ is de digitale opvolger van FM. Een verschil met FM is dat je wel een DAB+ radio nodig hebt om de DAB+ zenders te kunnen ontvangen. In nieuwe auto's is dat tegenwoordig overigens standaard het geval. Voordeel is dat DAB+ meer zenderkeuze biedt, in bijna heel Nederland ontvangen is en je digitale geluidskwaliteit ervaart. Maar ik hoor jullie al vragen, zijn mijn radiospots dan ook te horen op DAB+? Voor adverteerders is er geen verschil tussen DAB+ en FM. Als je radiospot wordt uitgezonden op FM, wordt die ook uitgezonden via DAB+. Dat was hem alweer voor deze week. Kijk volgende week ook, want dan gaan we dieper in op de toekomst van radio. Oh ja, en vergeet natuurlijk ook niet om deze video te liken en je te abonneren op ons kanaal. Tot volgende week!